We zijn hier vandaag in Ede bij Bartse Schapen op de achtergrond. Mooi zonnetje erbij. We hebben zojuist een bak koffie gedronken met Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Bij deze wil ik Dirk eigenlijk onze visiedocument ook overhandigen. En hem ook gewoon vragen van wat zijn indruk is van het gesprek, maar met name de inhoud waar wij over hebben gesproken. Ja, super, super bedankt Erik en Bart voor jullie tijd. We hebben een goed gesprek gehad. Ik denk dat we allemaal zien dat we voor grote uitdagingen staan. En wat ik het mooie aan jullie vind, dat jullie de vlucht naar voren nemen eigenlijk, waar heel veel politici nog vooral aan het met one-liners bezig zijn, zijn die al vol de inhoud in. Ik denk dat we samen aan perspectief moeten gaan bouwen aan de sector. En het mooiste eigenlijk aan jullie punt is dat er een beschermde status moet komen voor landbouwgronden. We zien natuurlijk een hele grote druk op het buitengebied. En ik denk, en waar ik echt wel bang voor ben, is dat we aan het einde van al die opgaves ineens bedenken van, oh, we hebben ook nog een agrarische sector. En daarom is het zo belangrijk dat we nu al aan het begin van die grote transitie daarvoor staan. Dat we die landbouwgronden gaan beschermen en dat we best wel goed aan de boer. En dat moeten we samen doen, dat kan ik niet alleen. Dus we kijken uit de samenwerking. Zie je daarbij op de mogelijkheid om de inkomsten voor de boer werk van te kunnen maken, dat ook daadwerkelijk de boeren erven een inkomen kan ontstaan, zodat ook weer perspectief is voor de lange termijn? Ja, ik denk enerzijds, kijk naar de boer als de producent van ons voedsel. Maar ik denk dat we naar een andere extra tak moeten gaan kijken. Dat we ook de boeren gaan vragen om ons te helpen bij de opgaves op het gebied van natuur, op het gebied van biodiversiteit, op water. Maar dat we daar als samenleving ook voor moeten betalen. En dat kan bijdragen aan dat extra perspectief. We kunnen heel makkelijk zeggen we willen meer gaan betalen voor de melk. Maar uiteindelijk moeten we ook zien dat dat een onderdeel is van de wereldmarkt. En dat kunnen wij hier in Nederland niet alleen oplossen. Dus we moeten zoeken naar een extra verdienvermogen. En daar zie ik echt wel kans in. Okay. En de kans via dat productspoor. En daarin willen wij graag ook met supermarktketens het overleg aangaan. Om ook via die weg extra inkomens te kunnen krijgen. En dan noemen we dat via de weg van de gedragscode. Ja. Als we daar onvoldoende uit kunnen komen, dan kunnen we ook